om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten, zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan Zijne Majesteit de Koning. Ik doe dat met spijt in maat. Maar in de volle overtuiging dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient, die boven elke twijfel verheven is, die belangrijke taak die hem of haar gegeven is, dat hij of zij die zonder terughoudendheid kan vervullen. Rest mij niet anders dan u, uw Kamer en mijn opvolger alle succes toe te wensen. Dank u wel. Ik dank u voor het afleggen van deze verklaring en schors de vergadering voor enkele ogenblikken.